Hallo, leuk dat jullie kijken naar rit 18 van deze Tour de France op Pro Cycling Manager 2019. De eerste Alpenrit en dit zijn de koplopers, waaronder Mas, die laat zijn medevluchters nu achter. In het peloton gaat Vincenzo Nibali in de aanval. Hij probeert wat tijd goed te maken in het algemeen klassement, maar daarachter laat ze hem niet rijden en wordt het peloton weer 1. En dan komt er een aanval van een andere klassementsrommel. Primoz Roglic. Hij staat nog steeds dicht in het klassement op 20 seconden van leider Thomas. Thomas laat dan Froome rijden voor hem. Hij probeert het gat zo klein mogelijk te houden en eigenlijk is het gat gewoon dicht te rijden. Maar hier valt Froome stil en wordt het verschil snel groter. Mas is op de top aanbeland en gaat verder en lijkt wel naar de overwinning te kunnen rijden omdat Roglic nog wel vrij ver achterrijdt. Dan is de dalen geblazen naar de finish. Mas is nog steeds alleen en hier komt een groep van Froome en Thomas eraan. Roglic heeft dus wat vroege vluchters opgeraapt en geeft volle bak in de afdaling. En hier is Mas en die gaat hier zijn ritzegen pakken in de jongere trui. Een keurige prestatie. De groep Thomas gaat ook goed vooruit. Hier komt Roglic binnen. Dan heb je hier Nibali, Thomas, die nu binnen gaan komen met Quintana erbij. En dan was het deze rit van vandaag. Tot morgen voor een nieuwe rit.